Tijdens de persbriefing van 8 augustus benadrukte minister Agubarsing dat de macro-economische stabiliteit van Suriname kwetsbaar is en door alle ministeries beschermd moet worden. Om te voldoen aan de 7e IMF review moet Suriname de subsidies aan EBS aanpakken en de centrale bank herkapitaliseren. Deze stappen zijn cruciaal om de economische stabiliteit te behouden en het IMF-programma voort te zetten. ...61 douane-expediteurs ontvingen op 12 augustus hun diploma na het succesvol afronden van een opleiding georganiseerd door het ministerie van Financiën en Planning. De ceremonie vond plaats in het Lalaroek-gebouw onder leiding van douanehoofd Shada Girouard en directeur der belastingen Marita Lautan-Weinerman. De opleiding, die in januari 2023 begon, had een slagingspercentage van 78%. Directeur Lautan Weinerman benadrukte het belang van de rol van douane-expediteurs en waarschuwde voor de risico's, zoals anti-money laundering kwesties die bij hun werk komen kijken. Het regio-bijstandsteam Paramaribo nam op 10 augustus een revolver in beslag bij een man, wat leidde tot de arrestatie van de verdachte MP alias Susu. Het onderzoek wees uit dat het wapen als onderpand was gegeven en betrokken was bij meerdere personen. Drie anderen, waaronder twee broers, werden ook gearresteerd. Bij huiszoekingen werden munitie en andere items gevonden. MP en CJ werden na verhoor vrijgelaten, terwijl JV en AE in verzekering zijn gesteld.